Café live vanuit de Vorstin in Hilversum. We gaan vanaf nu elke maand de vinger aan de politieke pols leggen. De politieke Hilversumse pols. En dat is belangrijk dit seizoen, want er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Hey Jan? Ja. En voor de eerste discussie zijn twee lijsttrekkers aan tafel geschoven om even te kijken wat er nou eigenlijk te kiezen valt. Het zijn twee dames die de lijst aanvoeren van politieke partijen. Voor Hart voor Hilversum is het Leonie Sajas en voor Leefbaar Hilversum is het Mirjam Koloos. En Boy Scholten kan die twee dames niet alleen aan, dus heeft hij iemand uitgenodigd om naast hem te zitten. Geef ze een hartelijk applaus, Boy Scholten en Willem Daniels! Hartelijk welkom Willem Davids, we zullen het even repareren meteen. Dames, Robert-Jan kondigde jullie al aan als lijsttrekker, maar dat is misschien wat een beetje voorbarig, want jullie zijn officieel nog helemaal geen lijsttrekker. Leonie? Nee, klopt. Bij ons is het ALV 24 oktober en dan wordt dat pas vastgesteld. Dus... En dat word jij gewoon, toch? Dat kan niet missen, toch? Nou, dat zou ik echt niet weten. Okay. De 24 oktober, daar weten we meer. Oké, okay. Maar je bent wel beschikbaar, toch? Ja. Nou, dan is het klaar. Mirjam? Bij ons komt de ledenvergadering ook nog. Dat is ook eind oktober bekend. Maar ik ben wel genomineerd. Dat kan ik je wel bent klappen. Genomineerd? Ik ben genomineerd. Oké, hoeveel nominaties zijn er verder nog? Twee. Twee? Ja. Dus er is een keuze uit drie bij jullie. Ja, maar dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Hey, en waarom wij jullie uitgenodigd hebben is natuurlijk eigenlijk van... Waarom zitten we eigenlijk nog met twee dames aan tafel... en waarom zitten we niet straks één lijsttrekker voor twee lokale partijen? Mevrouw Sajas. Hebben we het er vaker over gehad, hè? Ja, en wij blijven erover doorgaan. Ja, snap ik. Het lukt u niet om die andere partijen erbij te halen? Nou, we hebben natuurlijk al heel veel pogingen daartoe ondernomen... 4 jaar geleden hebben we dat geprobeerd. Met een aantal voorgangers van mevrouw Koloos uitgebreid gesproken. En dat is toen niet gelukt. En het is daarna weer niet gelukt. En inmiddels is Hart voor Hilversum doorgegaan en doorgegroeid. Ja. En staat goed op de eigen benen. Maar dames onder elkaar kunnen dat toch veel beter regelen? Mevrouw Koloos. Nou, heeft u geen poging alleen met dames gedaan? Onder elkaar, hoor. Nee? Heeft u geen poging gedaan om... aan te sluiten? Dat heeft wat andere oorzaken bij ons. Oh. Wij hebben een heftig jaar achter de rug. Ja. En de eerste lijsttrekker die is verdwenen. Die is voor zichzelf begonnen. Tenminste, dat is gezegd. En de tweede is helaas dit jaar overleden. En dat hebben we zeer betreurd. En dat gaat niet in de koude kleren zitten, ook niet bij ons. En ik ben eigenlijk officieel pas begin juli de fractievoorzitter. En om dan direct ook, dan heb je het reces nog. Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen. Okay. Dus om dat nu direct te gaan regelen. Maar op dit moment hebben we besloten om door te gaan als Leefbaar Hilversum. Want we hebben genoeg te bieden aan de kiezer. Okay. En dat heeft Hart voor Hilversum ook. Ja. En dat maakt het zo moeilijk voor de Hilversummer. Nou, dat is niet moeilijk. Nou, er zijn twee lokale partijen. Stel dat ik op een lokale partij wil stemmen. Waar moet ik dan op gaan stemmen? Ja, op Hart voor Hilversum natuurlijk. Ja, dat... Wij vinden op Leefbaar Hilversum. Okay. Kijk, je hebt ook vele smaken in de supermarkt. Kijk naar chips, honderden soorten. Waarom de een of de ander? Het is maar net de smaak van de persoon. Kijk, wij onderscheiden ons toch van Hart voor Hilversum. Misschien een goed idee om dat eens... Want het is, stel je voor, je hebt een dorp, het heet Hilversum... en er zijn twee lokale partijen. En ik denk dat het ontzettend leuk is dat, dat er überhaupt één lokale partij is... opkomend voor Hilversum. Nu hebben we de twee en er zijn verschillen. Ja. Wat is nou een belangrijk verschil? Je moet niet vergeten dat het Leefbaar Hilversum er als eerste was. Ja, nee, dat snap ik wel. Nou, maar we zijn nu 2013. Dat telt niet meer. Nee, maar wij zijn altijd een constructieve, positieve partij geweest. Gelukkig. Maar... Ja, en dat zijn wij nog steeds. En die pogingen die zijn geweest. Ja. Alleen er zijn toch wat verschillen. Oké, daar waren we gebleven. Ja. Wat zijn de verschillen? Wij vinden dat Hart voor Hilversum toch gedurende de laatste jaren, als ik dat zelf zo ook een beetje vanaf de zijlijn kijk, toch vaak een beetje tegenstemt, ook in de raad. Tegen wat? Tegen allerlei voorstellen. Ja, tegen wat? Nou ja, wat er op de agenda staat. Zoals? De HOV, ja. HOV, ja. Nou, de een is voor, de ander is tegen. Is dat zoiets? Ja, dat bedoel ik niet per se, maar wij denken meer anders. Wij kijken meer van het voorstel wat er dan is vanuit het college. Van hoe kunnen we daarin meegaan? En Hart voor Hilversum, die kijkt toch vaak meer van hoe kunnen we dat veranderen? Weet je, dat is toch een verschil. Weet je dat het, als je nou naar hier naar kijkt, dat het ontzettend ingewikkeld is. Het is ook ingewikkeld. Je bent kijker en je wilt graag, je komt op voor Hilversum, want je houdt van Hilversum. Want je hebt er hart voor en het is leefbaar en...
En dat gaat over Piet Luttige, tenminste... Nou, kijk, nee... Piet Luttige... Ze geeft wel een heel duidelijk verschil aan. Ze zegt, bij Leefbaar, als je met het college wil meegaan, dan moet je bij Leefbaar blijven. Ja. Maar als je de dingen wil veranderen, dan bij Hart voor Hilversum. Nou, dat vind ik wel een goed uitgangspunt, want wij willen inderdaad dingen veranderen. Wij gaan alleen maar mee als wij dat ook zo vinden natuurlijk. Maar wij zijn ook de eerste partij die het college toch meermaal wijzen op risico's. Neem Anna's Hoeve. Wij zien daar een groot risico van 20 miljoen. Dat nieuwe gebied dat daar geëxploiteerd wordt. Ja. Er is 7 miljoen gereserveerd door het college. Wij zien daar een verschil van 13 miljoen. En waar wordt het meegedekt? Wij zien... Ziet u dat dan niet, mevrouw Zadel? Nou, wij hebben al heel lang... Dus eigenlijk zijn het eens, toch? Voor ons de stekker uit het plan Anna's Hoeve getrokken. Om diezelfde reden, omdat de risico's... En er kwamen ook nog de bufferbakken bij. Daar heeft onze fractie zich echt sterk voor gemaakt. Om aan te tonen hoe groot die risico's inderdaad zijn. Ja, dat de bufferbakken, is nog een heel onderwerp geweest. Oh ja, nee. Van de bufferbakken van de nieuwe rioolwaterzuivering. Oh, de bij spanriool. Ja. Juist, precies. Ja, nee, en daar is nog heel wat over te zeggen. Over bufferbakken. Ja. Nee, maar goed. Ja. Maar dus daarin verschillen we dus ook inderdaad niet van mening. Nee. Dus gaan we nog meer dingen verzinnen om van mening te verschillen of niet? In een vorige uitzending heb ik u gehad met een ander van Leefbaar Hilversum. Die versprak zichzelf, die ging zelfs voor Hart Hilversum daar zitten. Toen constateerden we al dat er geen verschillen waren. Is het niet een beetje kunstmatig nu de verschillen gaan roepen? Nee, boy, ik denk dat wat Mirjam zegt, dat gewoon een ding is wat binnen Leefbaar speelt. Er is inderdaad heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. En Hart voor Hilversum is gewoon ondertussen gestaag doorgegroeid. En is een volwassen partij geworden. En ik vind het heel vervelend, ook persoonlijk, voor wat er binnen Leefbaar allemaal is gebeurd. En ik kan me gewoon vanuit hun perspectief heel goed voorstellen dat ze even op adem moeten komen. Dus ik ga nu ook, gaan wij niet aan ze lopen trekken en duwen. En bovendien, de posities zijn ook veranderd. 4 jaar geleden waren we ongeveer even sterk. En nu is Hart voor Hilversum volwassen en Leefbaar, die moet weer even krachten komen. Even terug naar 4 jaar geleden. Toen had je Leefbaar Hilversum 5 zetels, dat werden de 2. Hart voor Hilversum kwam, dat werden de 3. Saldo, 5-5 is 0. Lopen dat risico nou niet weer dan? Dat hoop ik natuurlijk niet. Dat weet je niet. Je weet ook dat ik altijd voorstander van 1 lokale partij ben geweest. Dus wat dat betreft ben ik daar ook nog steeds niet in veranderd. En kunnen jullie daar nou niet over gaan praten dan alsnog? Want u zegt ja, de reces en toestanden, et cetera. Maar jullie zouden toch nog gewoon aan tafel kunnen gaan zitten. En zeggen van nou, laten we eens kijken, die verkiezingen, dat komt eraan. 1 lijst, 1 programma. Ik zie blikken over en weer. Ja. De liefde komt toch wel op gang, of niet? De liefde... Kijk nou, ze lachen allebei. Nee. Ja. Nou, ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen. Omdat je weet al hoeveel pogingen er al zijn geweest. Ja. Serieuze pogingen. Het is geen spelletje. Nee. We zijn hier ook met serieuze dingen bezig. Wat er met Leefbaar is gebeurd, is heel vervelend. Zij moeten ook weten wat ze willen. Maar je moet ook niet vergeten dat wij niet meer gelijk zijn. Nee, mag ik ook nog wat toevoegen? Ja. Kijk, Hart voor Hilversum is wat groter geworden. Ja. Maar als je ook kijkt, sommige personen die erbij gekomen zijn, dat zijn ook wel weer personen van andere partijen. Ja. Dus iemand uit de SP, er komt iemand uit de voormalig VVD. Dan zie ik het toch ook een beetje als een bonte verzameling van politici op een platform voor Hart voor Hilversum. Kijk, goed hè, dat is echte Hilversumse politici. Ja, maar... En dan niet zomaar Hilversumse politici, maar zeer gerenommeerde. Dan denk ik van, is die dat komen dan bij de lokale partij. Als die mensen eerst, hoeveel jaren voor een bepaalde partij gaan. Ja. En dan gaan ze over naar een lokale partij. En Leefbaar Hilversum is al 15, 16 jaar een lokale partij. En daar zijn steeds dezelfde mensen gebleven. Ja. Zijn altijd mensen die toch vrijwel echt voor die lokale partij gaan en niet uit een andere partij. Maar deze komen. Mensen zijn ook lokale mensen. Het zijn ook mensen, die zaten bij een landelijke partij vaak. Ja, okay. En zo wordt er wel meer geswitcht. Maar het zijn wel mensen die een echt hart voor Hilversum hebben. Die voor Hilversum gaan. Wij ook, dat is en dat hadden ze ook toen ze in die andere partij zaten. En bovendien... vind ik het ook. Ik ben er persoonlijk ontzettend trots op dat ze bij Hart voor Hilversum zijn gekomen. Want het zijn niet de eerste en de beste. Het zijn zeer gerenommeerde mensen. En dankzij hun deskundigheid kan Hart voor Hilversum alleen nog maar nog sterker worden. En ik ben er super blij mee hoor.
We hebben nog een paar minuten. Ja. Mirjam, even gewoon op de man af of op de vrouw af. In het algemeen, is het een goed idee dat één dorp of één stad één lokale partij heeft? Dat vind ik wel, ja. Dat vind je wel? Ja. Goed, nou, daar zijn we. Dat is in elk geval een stap. Ja. Laten we de volgende keer, want we komen er vanavond niet uit. Je hebt nog 2 minuten, je hebt nog alle tijd, wat wij bespreken. Van ja, we gaan een poging doen, zou nog kunnen. Of ja, misschien maar toch een goed idee. Mirjam kan echt, die kan altijd lid worden van harte. Ja, je kan ook bij ons lid worden. En ook bij ons van harte welkom. Ik zou zeggen, geef elkaar een foldertje en een flyer en een poster. Ja. Misschien komt de verwarring dan toch weer terug, zoals we vorige keer hadden, dat jullie voor mekaars partij gaan zitten praten. Maar jullie zitten elkaar toch kiezers af te snoepen. En ik denk, als je één lokale partij hebt, dan ben je een stuk beter. Even, u bent trots op al die mensen die u heeft aangenomen. Komen die nou ook allemaal op een verkiesbare plaats? Nou, over die plaats, nogmaals, hetzelfde verhaal, hè? 24 oktober... Ja. Algemene ledenvergadering. Maar u wil ze toch op een verkiesbare plaats? De stukken die worden daarvoor verzonden. Nee, wacht nou even. De stukken voor de algemene ledenvergadering worden volgende week dinsdag verzonden. En dan gaat de informatie over de plaatsen gaat eerst naar de leden. En daar ligt een voorstel voor een plaatsingslijst. Daarna hoor jij het. Er ligt een voorstel voor een plaatsingslijst. Er ligt een advies. Er ligt een advies. Natuurlijk, ja. En we weten wie erop staan dus. Wat bedoel je? Wie zijn we? Frans Nos, Karen Walters. Na die datum krijgt ook u inzage in die lijst. Als je heel trots bent op zo'n lijst dat je mensen hebt binnengehaald, dan zit je natuurlijk ook op de lijst. Dan hoef je tuurlijk, en het allerliefst stonden we met z'n allen op de eerste plaats. Als dat even kon. Oké, nou, we zijn benieuwd hoe dat gaat aflopen en of dat nog vechtpartijen oplevert. Zijn er mensen die nog vragen hebben aan deze lokale partijen, of die misschien verduidelijking willen hebben waarom ze op welke partij zouden moeten stemmen? Of is iedereen eruit? Is er nog iemand die daar iets over wat wil vragen? Iedereen is eruit. Iedereen is eruit. Ze hebben een keuze gemaakt, denk ik. Nou, mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, dames, dan ga ik jullie heel hartelijk danken. Het is niet waar. We komen erop terug. Andere keer. Ja, we komen erop terug. Tuurlijk. Het zal ook niet de laatste. Eerste en de laatste. En de uitslag komen er zeker op terug. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor deelname aan deze discussie. En nog heel veel succes in de komende verkiezingsstrijd. Dankjewel. Dankjewel, ja. Dankjewel. Ja, dames en heren, heeft u na deze discussie ook zo ontzettend veel behoefte aan een goed stevig potje muziek? Nou, dat hebben we voor u geregeld hoor. Ze staan voor u klaar, een Hilversumse band die ik persoonlijk al een tijdje ken. Ik vind ze geweldig. Ze zijn speciaal voor u vandaag niet naar de kapper geweest. Geef ze een hartelijk applaus, Evil Plan! Last man leaving town.
Dank u wel. Zo, nou, dankzij Evil Plan zijn wij er weer allemaal bij. Helemaal wakker, helemaal zin in de volgende discussie. Ook dit seizoen houden we natuurlijk ook vinger aan de pols bij wat er nu gebeurt op dit moment. En daarvoor over de actuele ontwikkelingen zitten aan tafel bij Boy en Willem. Anja Wijnands van het CDA en Jan Kastje van GroenLinks. Geef ze allebei een enorm applaus. Anja en Jan. Ja, hartelijk welkom allebei. Ons vorige onderwerp begonnen we ook over de lijsttrekkers. Ik weet in ieder geval, mevrouw Wijnands, u bent geen lijsttrekker meer straks. Nee. U heeft het stokje overgedragen, hè? Wij gaan een jonger iemand inzetten. Nog jonger. Zo. En dat is heel verstandig. Nou, we gaan verjongen. Oké, hartstikke goed. Nou, meneer Kastje, u bent nog heel jong en u wordt de lijsttrekker, toch? Ik ben ledenvergadering. Ik ben beoogd lijsttrekker, ja. Beoogd lijsttrekker. Ja. Nou, jullie gaan het wel worden. Ja, daar ga ik wel van uit. Oké. Wij gaan het met u hebben over actuele ontwikkelingen. Daar hebben we twee onderwerpen voor uitgekozen. En we willen maar eens beginnen maar even met dat wij vorige week een brief zagen van de heer Van der Wand aan de Raad over de veranderagenda cultuur, als ik het goed zeg. En tot onze stomme verbazing, ja, we zitten in de Vorstin. Maar zagen wij dat Theater Achterom en de Vorstin samen gaan gevoegd gaan worden tot een muziektheater. Ik ben heel benieuwd wat uw mening daarover is. Meneer Kastje, begin ik eens even met u. Ja, je moet even bij de beginvraag beginnen van waarom zijn we dit ingegaan. Althans is dit college van PvdA, VVD en D66 dit ingegaan. En dat is gewoon kille bezuinigingen, dat zeg ik maar gewoon eventjes. En ik vind dat theater Achterom daarin geslachtofferd wordt. En we hebben eerder al vastgesteld, ook in de raad, dat Vorstin en Achterom qua programmering heel lastig bij elkaar te voegen zijn. Ja, dan komt er nu een organisatorische fusie uit. En wat gebeurt er dan vervolgens? Het theaterdeel versnippert over de stad, is daarmee niet meer zichtbaar, niet meer vindbaar. Dat is wel belangrijk. En vervolgens heb je ook nog die instellingen, theatergroepen die in Achterom zitten. Ja, daar is ook nog geen structurele oplossing voor. Dus ik ben er erg ontevreden. Ja, u maakt zich altijd ook wel sterk voor de amateurvereniging, mevrouw Wijnands. Ja. Komt ook niet plezierig bij u aan, denk ik. Nee, dit is gewoon weer een voornemen wat ze nemen, wat gewoon niet haalbaar is. We zijn heel tevreden met wat er hier in de Vorstin gebeurt. Ze zijn bijna volledig volgeboekt. Ja, en nou zitten wij er ook nog bij. Dus wij zitten er ook nog bij. Ja. En jullie gaan ook structureel iedere maand een avond bezetten. En dan willen ze van Theater Achterom, die toch ook een 200 avonden, als ik het goed in mijn hoofd heb gehad, willen ze hier ertussen voegen bijvoegen. Nou, Jan geeft de laan, nou dan gaan we theater gaan maar overal en nergens neerzetten. En de amateursgroepen, ja, er is van gezegd, de wethouder zou ervoor zorgen en die zou voor ze zoeken en mogelijk maken dat ze konden blijven bestaan en dat ze ruimtes kregen. Maar daar vind ik niks van terug. Nee. Gaat er nog één ander deel in die brief die mij stoort, hè? Want we hebben met elkaar afgesproken dat Theater Achterom tot en met, in ieder geval tot en met 2014, overeind zou blijven. Daar is ook geld voor gereserveerd. In deze brief staat dat we ze zomer 2014 gewoon mee ophouden. En dat vind ik gewoon niet kunnen. En daarom heb ik deze brief ook geagendeerd in de raad. Ik wil dit gewoon besproken hebben met deze wethouder. Okay. Wanneer komt dit op tafel in de raad? Ja, dat zijn er wat verschillende scenario's voor. Ik kan mij zelfs wel voorstellen dat ik daar actuele vragen in de raad van aanstaande woensdag over stel. Dan voor het eerst. Wat is de verwachting dan? Hebben jullie veel medestanders? Van Achterom moet eigenlijk blijven als instelling? Of hebben jullie veel tegenstanders? Of hoe zit dat? Nee, het is toch de coalitie die heeft ook dit onderwerp redelijk dicht getimmerd. We zijn er nu al 2 jaar, 3 jaar mee bezig. Nou, we zouden een cultuurnota krijgen. Dat is een opsomming van feiten geweest. Het was geen cultuurnota. De wethouder is zo verstandig geweest om het nu veranderagenda te noemen. Maar al die jaren zijn we al hiermee bezig. Resultaat? Ja, maar kijk, daar wil ik wel iets concreters op zeggen. Kijk, D66 is de verkiezingen ingegaan met extra investeringen in cultuur. Ja. Kijk een verkiezingsprogramma daar maar op naar. Ze zijn de verkiezingen uitgekomen en het college ingegaan met bezuinigingen. Als ze nou nog iets van hun geloofwaardigheid willen terughalen, dan moeten ze nu zeggen, dit gaan wij niet op deze manier doen. Ja, ik denk dat het een zinnig verhaal is, maar hoe pareer je de tegenstand, denk ik dan altijd? Door dit verhaal te houden, om maar iets te noemen. Ja, dan horen we woensdag wel wat ze daarvan vinden. En de wethouder op zijn minst houden aan zijn afspraak wat amateursgezelschappen betreft. Maar wat vindt u überhaupt van het idee om er een muziektheater van te maken? Kijk, door een muziek. Laat ik even weer opnieuw andersom beginnen. Ik vind
dat theater een onderdeel hoort te zijn van het culturele leven in Hilversum. Oké, dus er moet gewoon een theater blijven? Ja. Er moet gewoon een theater blijven. Oké. Nou, dan is dat wat ons betreft heel erg duidelijk. Dat zal de komende tijd dan inderdaad weer op de agenda komen. De veranderagenda of welke agenda dan ook. Maar ik begrijp dat er de nodige tegenstand is, dus dat het laatste woord daar nog niet over gezegd is. Dus de coalitie mag mee veranderen met de veranderagenda. Okay. Dat zou een hele mee veranderen goede met zijn. De veranderagenda. Ja, de verkiezingen zullen best wel een rol gaan spelen hierin, toch? Komt het in de verkiezingsprogramma's, komt daar iets over terug? Over theater, ja, kijk, achterom? GroenLinks heeft daar een paar jaar geleden al met een eigen culturele visie heel veel werk van gemaakt. We hebben een paar maanden geleden ook, omdat we dat wilden, een eigen festival van de grond weten te krijgen, rondje 35. Dus wat denkt u? Cultuur wordt voor ons een belangrijk thema. Oké. Hoort er gewoon bij. We komen er ongetwijfeld op terug. Boy zei het al in zijn inleiding, we doen wat actuele dingen. Twee, laten we er nog eentje doen. De HOV-verbinding, de HOV-lijn, de HOV-connectie. Als ik erover lees, ik val steeds in een toneelstuk waarvan ik denk ik heb het begin gemist. Anja, dat heeft u gemist. Ja, even in het kort. Wat is er nou, wat is het probleem? Het probleem is dat de provincie geld gereserveerd heeft voor hoogwaardig openbaar vervoer. Het oorspronkelijke plan was lightrail. Toen bleek dat duurder te zijn. Dat is een soort sneltram. Dat is een soort sneltram. Toen bleek dat duurder te zijn dan het geld wat ervoor gereserveerd was. Daarna is men gaan kijken of het dan met een busbaan kon. Die heeft het nadeel dat je sowieso veel meer ruimte nodig hebt dan alleen maar voor de lightrail. Het is een busbaan van Huizen naar Hilversum. En omgekeerd. Het grootste belang is natuurlijk Hilversum, Huizen. Want Huizen heeft die verbinding nodig. En vanuit Hilversum kan iedereen dan eventueel verder gaan. Maar veel mensen vanuit Huizen blijven al in Hilversum zitten. Goed, toen is men overgegaan naar de busbaan. Want dat was allemaal beter te behappen enzovoort. En Hilversum kreeg daarbij een tunnel bij de Oosterengweg, een ecoduct en nog wat andere dingetjes. Dus dat zag er allemaal heel goed uit. Sommige van die koopjes die je ook wel ziet op internet. Zoiets. Ja. Maar het is wel gewoon gemeenschapsgeld. Niet alleen van Hilversum, het is geld van de provincie, het is geld in feite van het land, van ons allemaal. Wij betalen daar belasting voor. Maar nou is dat het probleem heeft zo, even, nee, het heeft zo lang het geduurd net, dat de Bijnans, tijd veranderd is. Alsof het probleem is dat er geen lightrail komt. Maar dat is niet het probleem. Nee, het probleem is dat er op dit moment met de bus 320 een goede verbinding is met Huizen. En dat ze nu een busbaan willen aanleggen die niet verheelbaar is. Ja, en dat was een van de voorwaarden die er zouden zijn. En we hebben als CDA op een gegeven moment gezegd, je kunt geld gaan weggooien, dat doen we niet, gewoon lightrail. Dan wacht je maar een paar jaar, er is nu een goede verbinding. Ik was wel blij blijkbaar met het nou, kijk, of ben je het nog steeds? Hilversum Oost is een kwetsbaar ecologisch gebied. Daar komt een nieuwe woonwijk, daar komt straks ook een hoogwaardig openbaar vervoer, dus een vrije busbaan doorheen. Daar ligt al een snelweg en daar liggen wel andere dingen, dus daar ligt al versnippering. Wij hebben zowel met de wijk als met zeg maar de HOV kunnen instemmen onder voorwaarden van bundeling van infrastructuur. Met een ecoduct en dergelijke. Dat cadeautje. Is ook het uitgangspunt geweest in 2010. Maar even terug naar het probleem. Het probleem is dat alle prognoses zeggen dat de mobiliteit en vooral ook de automobiliteit in de toekomst enorm groeit. Na 2020 krijgen we gewoon echt een probleem. En dan, dat is wat mij stoort aan het lightrail verhaal. Want lightrail heeft alleen maar zin als Almere Oost gebouwd wordt. Dan praten we over 2050, 2060. En mijn verwijt aan het CDA onder andere is dat ze in de tussentijd geen perspectief bieden. Dat er niks gebeurt. Nou, mevrouw Weijner. Waarvoor komt de HOV? De HOV komt voor de verbinding met Huizen. Lijn 320 die we nu hebben, die voldoet uitstekend. Waarom nu iets aanleggen waar je straks... Nee, dat is niet waar, waar straks de helft weer verwerkt. Uiteindelijk moet je die busbaan Utrecht door willen trekken. Utrecht is nu met de Uithof bezig. Daar zitten de universiteit... Ja, Utrecht, daar, die hebben gaan een lightrailverbinding maken met de Uithof... waar de universiteit zit, waar de HBO zit, waar het ziekenhuis zit... waar ook heel veel mensen van Hilversum op en neer moeten gaan... Waarom gaan we nu een busbaan leggen terwijl om ons heen een lightrail komt? En natuurlijk, ja, de woningen die zijn op dit moment in Almere Oost worden niet aangelegd. Maar de bedrijventreinen, die gaan ze er wel verder mevrouw aanleggen. Mevrouw Wijnands, er wordt in Utrecht mogelijk een lightrail aangelegd. Nee, daar zijn ze echt serieus mee bezig. Dan moet je alle stukken over, goed lezen. We hebben hier het even over Hilversum. Ja. En ja. In deze regio biedt u wat mij betreft geen perspectief voor de lange termijn.
De lange termijn is op dit moment, want het gaat om huizen. Die heeft de verbinding nodig en die heeft zijn bus 320 waar zijn huizen perfect tevreden mee zijn. En Hilversum heeft de cadeautjes hard nodig en ik begrijp het wel, want die tunnel aan de Oosterengweg die is hard nodig om ook daar de doorstroming goed te krijgen. Maar die tunnel, dat verhaal is helemaal nog niet klaar. Maar, dus voorlopig moeten we nog geen bestuursovereenkomst tekenen. Mevrouw Reynolds, een vraag voor dat boy. Zo'n bus, is dat niet praktisch? Die doet het gelijk, daar hoef je geen rail voor aan te leggen. Is dat niet handig? Nou, daar heb je ook ruimte voor nodig. En als ze HOV gaan aanleggen, dan moeten ze daar een asfalttraject van 8, 9 meter breed voor neer gaan leggen. En dat gaat dadelijk langs de spoorlijn, dat gaat door onze nieuwe woonwijk heen. Waarom zou je dat doen? En overal hebben ze er problemen mee. Ik heb nog even een vraag, want als ik zo de politiek een beetje volg, dan denk ik dat die HOV, dat beslissing straks positief is. Dat gewoon doorgedrukt gaat worden. Is dat ook uw inschatting? Nou, daar heb ik op zich wel problemen mee. Dus daar kijk, wij zijn het beide over eens. Ja, ik bedoel, als je gewoon ziet hoe het met de commissie is gegaan, dan gaat het gewoon gebeuren. Als je kijkt wat er in 2010 is gezegd, toen had men het nog met z'n allen over. Het moet minimaal helemaal verheelbaar zijn, dat is het niet. De beslissing wordt genomen, maar kan het nog een verkiezingsissue worden? Eigenlijk? Nou, ik hoop dat de beslissing niet genomen wordt, omdat men gewoon gaat wachten op de uitslag voor de rebake, die waar een probleem mee zijn. Waarvan de VVD zelf zegt, oh wacht even, bij de rebake gaat het fout. Dan moeten we nog even naar gaan kijken. Maar die beslissing kan toch niet meer over de verkiezingen heen getild worden nu? En waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Is het dat is heel lastig, maar... Even wachten op verkiezingen en dan opnieuw een beslissing gaan nemen? Doe het nu in één keer alles goed. Ik denk dat dan alles gaat schuiven. Ik denk ook niet dat de provincie daarmee eens zal stemmen. Nee, die is bang. Dus ik denk ook wel dat het erom zal gaan dat het... En op zich is het ook goed, hè? Ja. We hebben die verbinding nodig. Ja. Daar zijn we ook enthousiast over. We hebben één klein probleem. Welke verbinding hebben we nou nodig, meneer Kastje? De verbinding Huizen-Hilversum? Of de ecoduct? Of de tunnel? Waar hebben we het nu over? Hebben we het nu over HOV of over wat Hilversum wil? We hebben een vrije busbaan nodig van Hilversum naar Huizen. En die is zeker in Hilversum. U weet, de verkeerssituatie hier is gewoon heel hard nodig voor de betrouwbaarheid van die bus. We hebben vervolgens ook een ecoduct nodig. Want GroenLinks zal niet instemmen met een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding als aan de oostkant van Hilversum niet tot een bundeling van verkeer wordt gehouden. Dus wisselgeld, cadeautjes. Prima. Ik denk dat de meningen duidelijk verdeeld zijn nog. Dat er binnenkort wel toch wel een beslissing gaat vallen. Zijn er nog mensen in de zaal die die beslissing willen aanvechten? Of, ja, kijk, ik zie daar een. Dan zult u even naar die microfoon. Ja. Ja, anders kunnen we u niet verstaan. Ja. Stelt dus zichzelf even voor. Natuurlijk stel ik mezelf voor. Ik ben Jozef Kusters. Ik wil eigenlijk een opmerking plaatsen. Er is een Franse politicus op dit moment links. Die heeft de uitspraak gedaan. Als het om arme mensen gaat, dan is beleefd met elkaar praten niet meer voldoende. Het is een belediging. Als je voor arme mensen opkomt. Als ik zie hoe de oppositie opkomt voor Theater Achterom, dan denk ik, dan vind ik dat echt een belediging. Dat gaan we dus echt niet redden, denk ik. Okay. Ik snap hem niet. Nou, ik zou het fijn vinden als er een keer wordt gezegd, vuist op tafel. We staan sterk voor Theater Achterom. Het is een prachtig instituut. We gaan het niet samen verbinden. Maar heeft u nou goed naar mij geluisterd? Ja. Wat heb ik gezegd? Het is niet helemaal door. Nou, dan mag je het nog een keer zeggen, want ik heb het inderdaad niet goed kunnen horen. Goed, nou, dan nog een keertje. Wij, GroenLinks, staan voor Theater Achterom theater in Hilversum. Ja, maar dat snap ik. Maar de manier waarop, dat snap ik dat u dat zei. U werd links, maar de manier waarop is zo futloos. Dat gaat u toch niet redden? Wat verwacht u dan? Een vuist op tafel en wij eisen Theater Achterom? Ja, en dan komt het? Een beetje leven. Nee, ik denk dat u daar toch zich echt helemaal in vergist. Ja, vergis ik me in. Nou, dan weet ik dat wat de uitslag is dus. Dan weet ik al hoe u erover denkt. Nee, zo denken we er niet over. Maar we gaan gewoon normale discussie aan. Ja, ja. Nee, dat was een opmerking. Ja, maar een mooie vuist op tafel. Ja, en meneer Kastje heeft zijn standpunt herhaald. En in het ik vind dat dit een beetje onrecht doet aan de opstelling van GroenLinks. Dus dat vind ik jammer. En van CDA. Zijn er nog andere vragen? Ja, hoor. Nog een dame die een vraag wil stellen. Goedenavond, Karin Walters van Hart voor Hilversum en van comité Busbaan Nee. 2500 mensen hebben de petitie ondertekend en het barst van de mensen uit Huizen. Want die zijn super blij met die 320. Want die rijdt gewoon goed en die rijdt ook vaak naar Sportpark. Zelfs in het promofilmpje voor de HOV Busbaan kunnen ze alleen maar tevreden klanten laten zien. Er is niemand in beeld gebracht die die busbaan wil hebben. Ze kunnen ze niet vinden.
Het wordt tijd dat GroenLinks eens even nadenkt over nut en noodzaak. En het college ook. Okay, wat was uw vraag? Had u nou een vraag of een statement? Een bijdrage. Oh, u had een bijdrage. Bijdrage. Oké. Okay. Nou, dank u voor uw bijdrage. Ik zie geen andere. Nog één reactie dan? De laatste reactie. Ga achter de microfoon. Ik ben Ewout Metsen, lid ook van Hart van Hulsum. Ik wou toch even wat vragen over dat Riebeek gebeuren, want over die ondertunneling. De vraag is van. Hoe lang gaat het gebeuren en hoe lang blijft het? 1 jaar open, 2 jaar wat het open, want het wordt straks helemaal afgesloten. En het is gewoon een doodsteek voor de winkeliers gewoon. Vooral de slagerijen en de winkeliers die daar zitten. Want straks komt er helemaal geen kip, of gewoon niet meer naartoe gewoon. En ja, dat is gewoon doodzonde gewoon. En wat kan de politiek daar eigenlijk doen? En wie moet deze vraag compensatie? Want ja, het is toch gewoon jammer vind ik dat gewoon. Oké, okay, aan wie stel je de vraag? Nou, eigenlijk ook aan Anja Wijns, die heeft dat toen ook al... Dus ja. Nou, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat de VVD vindt dat de Riebeekgalerij behoed moet worden voor weer een afsluiting, voor weer een economisch debakel. Dus VVD, geen bestuursovereenkomst tekenen. Eerst zorgen dat het goed gaat bij de Riebeek. Nou, ja. Goed. Nou, met dit advies gaan we straks verder in de uitzending, want er komt nog iemand van de VVD langs. Ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan deze discussie. En we gaan het meemaken wat er met Theater Achterom gaat gebeuren en wat er met de AV gaat gebeuren. Dank u wel. Dank je wel. Tjonge, jonge, jonge zeg. Nou. Het is toch verschrikkelijk? Ja, dat kan echt niet. Dit is een ramp, hoor. Wacht even, waar heb je het eigenlijk over? Nou, er komt dit jaar geen ijsbaan in Hilversum. Jezus, is dat waar? Ja, dat staat hier. Dan kan die, dat rondje 35 van Jan Kasje gaat dan ook niet door... Nee. En wat te denken van het paarddansen van Leefbaan naar Hart voor Hilversum? Nou, dat zal ook wel niet doorgaan dan, denk ik. Paarddansen, ja. Dat, als je daar de dames voor zou moeten kiezen, Leonie... Of Mirjam? Ja, weet je, ze zijn allebei even leuk. En het programma is bijna hetzelfde, hoewel ik daar straks enige nuance probeerde te horen. Maar, dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, hoor. Ik vind het wel sympathiek trouwens dat Hart voor Hilversum plek biedt aan dakloze politici. Nou, die Frans van Os weer... Maar ja, dat is ook net op tijd, hoor. Want anders was hij als dakloze in een container beland, volgens mij. Ja, gaf hij een beetje overlast aan... Nou, volgens de VVD wel, ja. Trouwens, het Hart van Hilversum, dat heeft ondertussen wel een ijzersterke selectie bij elkaar, hè? Als je dat zo optelt met, Karin Walters. Op links, een nieuwe vleugelspits. Frits Vogel. Nee, Frans. Nee, Frans natuurlijk, ja. Op rechts. En Leonie in de spits. Ja. Ze zoeken alleen nog uit de verdediging een mandekker. Oh. Heb jij een idee? Nou ja, misschien zouden ze... Geen krol van 50 plus kunnen overnemen. Ja, dan gaat mijn pensioen. Ja. Trouwens, we zitten niet meer in Dudok. Hoe zijn we godsnaam hier beland? Nou, dat kan ik je vertellen. De heren presentatoren, die deden mee aan de kroegentocht voor ouders. Kroegentocht voor ouders? Kroegentocht voor ouders. En ja, die belanden uiteindelijk als laatste hier. Dus zo is dat gekomen. Tja, is dat die tocht langs die kroegen waar hun irritante kindjes in een wedstrijd coma suipen houden? Ja, precies, ja. Dat zijn de... Ja, inderdaad, jij hebt gelijk. Maar het zijn niet echt de jongere ambassadeurs, nee, hè? Nee. Maar ja, ook dat project is wel weer geflopt. Geflopt? Hoe kan dat nou? Nou ja, het bleek dat ze een aantal bijeenkomsten moesten bijwonen. Onder begeleiding van ambtenaren. Ambtenaren. En dan kregen ze daar 500 euro per jaar voor. Per jaar? Ja. 500 euro per jaar? Ja. Ja, voor dat bedrag laat ik me ook niet vrijwillig martelen. Nee. Maar nog even over die kroegentocht, hè. Die presentatoren die daaraan meeliepen, die moesten. Hoezo moesten? Nou, heb je niet gehoord? Burgerparticipatieplicht. Burgerparticipatieplicht. En dan moeten ze... Ze willen eigenlijk dat de burger bij ieder besluit wordt betrokken. Dus het kan zomaar zijn dat jij binnenkort ook eens een keer aan de beurt bent. Ik? Ja. Gadver. Ja? Dan moet ik verplicht mijn mening gaan geven of zo. Ja, dat kan je niet weigeren. Het is een soort van dienstplicht, zeg maar. Nou, dan ben ik tegen. Nou ja, staat genoteerd. Ik ben tegen een hele hoop dingen. Ik ben tegen de HOV. Ik ben
tegen die fusie van de gemeente. Ja. Ik ben tegen de gloortreinen. Ja. En ik ben tegen het slopen van panden. Nee. Oké, okay, nou dat staat ook genoteerd. Dan weet ik ook wat jij straks gaat stemmen. Stemmen? Is dat ook een verplicht? Nou, dat toch niet direct. Maar het wordt wel leuk. Met al die nieuwe lijsttrekkers. Hè? Oh, ja. Het CDA krijgt Olaf Streutker. Streutker. D66 die krijgt Wimar Jäger. Wimar Jäger. En dan heb je nog, ik weet zijn naam niet, die nieuwe vogel van de VVD. Ja, die man heet Vogel. Oh, die heet Vogel. Er is een nieuwe leus trouwens ook. Hè? Onder de vleugels van Frits wordt alles weer kitsch. Oké. Okay. Maar ik hoorde trouwens dat hij geen wethouder wilde worden. Nou, dat vind ik niet zo vreemd. Dat er geen hond bij de VVD wil meer wethouder worden. Je kan twee kanten op. Of je wordt eruit geschopt. Of, nog erger, je functioneert niet, maar je moet wel blijven zitten. Ja. Anyway, einde carrière. Dus, ja, je hebt gelijk. Ik lees hier trouwens ook dat de misdaadcijfers in Hilversum zijn gedaald. Ja, dat kan kloppen. Het wapen van Hilversum is dicht. Ja. En hier, het huiselijk geweld is ook met 35% afgenomen. Ja, dat klopt ook. Want ik ben de laatste tijd wat weinig thuis geweest, s'avonds. Maar ja, je zal zien dat het geweld straks toch weer gaat toenemen. Hoezo? Nou ja, het schijnt dat een aantal partijen hier straks bij de verkiezingen een flink pak slaag gaat krijgen. Oh. Nou ja, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als ze die plannen van de HOV gaan aannemen. En dat zit er dik in, want dit college dat wil natuurlijk heel graag op kosten van de provincie een gratis zwembad in Hilversum. Een zwembad, een tunnel zal je bedoelen. Ja, dat zeg ik. Maar daar zwem ik regelmatig in. Gadver, dat is hartstikke vies, man. Nou, dat valt mee, hoor. Als daar regelmatig een lekkende gloortrein overheen rijdt, dan is dat water in een mum van tijd schoon. Dat zou wel zo zijn, maar dat ding dat rijdt maar één keer in de twee jaar. Ja, nee, dat vertellen ze broertjes. Maar, weet je, trouwens, die trein die rijdt altijd s'nachts. Ja. En ja, je kent het centrum van Hilversum. Ja, volledig uitgestorven. Volledig uitgestorven. Ja. Dus, ja. Maar ja, eerlijk gezegd wil ik ook geen vrije busbaan. Nee, ik wil ook geen vrije busbaan. Maar wat willen wij dan wel? Ja. Nou, wat wij willen is 1, 2, 3. Een ijsbaan! En een lekker biertje natuurlijk. En een lekker biertje. Proost. Proost. Ja, dames en heren, u zag Gerard Scheper en Lex Bogert in de sketch van deze maand. Voordat ik het volgende item ga aankondigen, wil ik in ieder geval nog even één ding zeggen als theatermaker hier in Hilversum. Dat het natuurlijk schandalig is dat er een theater gesloten wordt, nog voordat er überhaupt een alternatief is geboden. En dat er ook nooit overlegd is met lokale theatermakers die, om te vragen van, goh, wat zou een alternatief kunnen zijn? Maar dat geheel terzijde, gelukkig kunnen we binnenkort. Gelukkig kunnen we binnenkort met de bus naar huizen en dan kunnen we lekker gaan karten of zo. Tijd voor de VVD. Die hebben een nieuwe lijsttrekker en die heeft van alles uit te leggen. En dat gaat hij nu doen aan Boy en Willem. Geef hem een hartelijk applaus. Frits Vogel. Welkom, meneer Vogel. Sinds kort de lijsttrekker. Ja. Ik heb begrepen dat u de enige kandidaat was. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Hoe komt dat? Nou, hoe komt dat? Het is toch een zware uitdaging om in deze tijd de kar te trekken. En ja. Nou ja, ik heb me daarvoor opgeworpen en ook de steun gekregen. En nou, ik heb daar heel veel zin in om daar aan te beginnen. Ja, maar hadden die anderen opeens geen ambitie meer? Nou ja, wij hebben daar natuurlijk binnen de partij altijd overleg over. Nou, wat is tactisch en wat is slim om te doen. Dus er mocht maar één kandidaat komen? Nee. Uiteindelijk, we zijn een liberale partij en iedereen kan zich opwerpen om lijsttrekker te worden. Maar ja, je hebt daar natuurlijk ook overleg over van, nou, wat is handig, wat is slim en hoe gaan we de campagne in? En nou ja, zo is het eigenlijk gelopen. Maar waarom bent u het nou geworden? Omdat u de enige kandidaat was? Nee, omdat ik de ambitie heb om de VVD in de komende verkiezingen, nou ja, laat ik zeggen, de grootste partij te laten worden van Hilversum. Zo. En ja, die ambitie ligt er. Die ambitie ligt er? Absoluut. Daar mogen we op afrekenen. Daar mag u mij op afrekenen. Okay. En daar gaan we heel hard aan werken. En daar hebben we een goed team voor. Mensen die gemotiveerd zijn. Ja. En nou ja, daar gaan we echt een stevige campagne neerzetten. Ja, maar de VVD staat er landelijk slecht voor. Het laatste jaar was er een klein beetje gedoe bij de VVD in Hilversum, als ik het zachtjes zeg.
En u wordt nu de grootste partij? Nou, kijk, je moet uiteindelijk kijken wat je gerealiseerd hebt in de afgelopen periode. En ik denk dat we in Hilversum een enorme turnaround hebben gerealiseerd. We hebben enorme bezuinigingen doorgevoerd vanuit het college. We hebben in verschillende gebieden, neem bijvoorbeeld de cultuursector. En dan kan je aan de ene kant zeggen, ja, er is bezuinigd. Maar aan de andere kant is er ook echt wat gerealiseerd. Er zijn echt bewegingen tot stand gekomen die in jaren daarvoor niet gerealiseerd zijn. Dus ik denk dat er heel veel geleverd is. En dat is wat je de kiezer gaat uitleggen. Van nou, waar hebben we voor gestaan in de afgelopen periode? En wat willen we afmaken naar de toekomst toe? En daar ligt de ambitie, daar ligt de uitdaging. Meneer Vogel, we kennen u niet. Althans, als ik voor mezelf spreek, ik ken u ook niet. Waar bent u goed in? Of anders, kunt u zichzelf eens een beetje introduceren. Ik ben hier goed in. Dat nou, kan ik niet. Ik denk dat ik goed ben in het mensen bij elkaar brengen. Het kijken van nou, waar liggen problemen en waar, als ik kijk naar Hilversum, waar zie ik dat mensen eigenlijk te veel langs elkaar heen werken. Dus verbind dat. Ga daar binnen die verbinding zoeken naar nieuwe oplossingen, nieuwe wegen om uiteindelijk een stuk dynamiek in Hilversum te realiseren. En ik heb in de afgelopen periode gezien dat veel dingen op een eiland gebeuren. Dat er weinig overleg is. Weinig overleg in de zin van hey, hoe kunnen we met elkaar verbindingen leggen waardoor Hilversum beter wordt. En daar ligt de uitdaging in. Ik denk dat daar ook mijn kracht ligt. Ja, hoe zit dat dan? Die kracht, waar komt dat? Ja, tot nu toe, iedereen zou dit graag willen wat u zegt. Ja, nou ja, kijk, je kan alleen maar afgaan op hetgeen wat je in de afgelopen periode gedaan hebt. En het bij elkaar brengen van de ondernemers, het bij elkaar brengen van de culturele sector. Als het gaat om van ja, hoe gaan we naar de toekomst toe? Het daar overheen kijken van hoe betrekken we daar de media bij. Nou, dat zijn dingen waar ik voor ga en wat ik ook gedaan heb in de afgelopen periode. En wat ook nodig is, hè, want er moet veel meer met elkaar samengewerkt worden om Hilversum sterk te maken. Als ik, dat doe ik vaak als ik mensen niet ken, dan kijk ik eens even op internet. En dat heb ik ook bij uw naam gedaan. Heel en goed. Dan kom ik u tegen bij grote financiële vermogensbeheer, ja. Vermogensadvies. Het gaat niet om miljoenen, maar het gaat om miljarden. Ja. Wat is daarvan? Wat neem je daarvan mee? Van die? Nou ja, daar neem je geld, hoop ik. Kijk, wat je daarvan meeneemt is, laat ik zeggen, de financiële kaders. Hè. Hoe ga je om met, in dit geval, de begroting van een gemeente. Maar je gaat, ik bedoel, als ik kijk naar de financiële wereld, dan heb je ook met heel veel mensen te maken, met heel veel partijen die je uiteindelijk bij elkaar brengt, waar je een analyse op maakt van, nou, waar zit de kracht bij mensen. En dat neem ik mee ook in mijn taak hier. En daarin is het ook, zeker als lijsttrekker, van hoe ga je met een team om. Hè? En we hebben natuurlijk een goed team wat we aan het samenstellen zijn. Nou, en daar geef je leiding aan. En dat is ook zeer inspirerend en ook zeer belangrijk. Nog één, zijn er ook, zeg maar, zoals het heet, crossovers? Heeft Hilversum wat aan dat vermogensbeheer? Of heeft dat vermogensbeheer? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil Hilversum niet het financieel centrum van Nederland maken. Daar ligt niet de ambitie. Ik denk dat Hilversum echt een aantal andere speerpunten heeft. Hè? Nou, die is bij iedereen bekend. Dan praten we over de media, de zorg. Dus ik denk dat daar echt de kerncompetentie zit. Maar ik zie al wel dat er een aantal financiële instellingen zich aan het vestigen zijn. Hè? En die zitten meer in de rand, duurzame investeringen, dat soort zaken. Nou, dat is mooi als we die hier naartoe kunnen halen. Ja. Absoluut. Draait het nou eigenlijk allemaal om geld, meneer Vogel? Nee, het draait zeker niet allemaal om geld. Nee, dat ik zou ook heel wat financiële dingen noemen. Ja, nee. Kijk, de financiën is natuurlijk het kader waarin je opereert als gemeente. U wilt geen wethouder financiën worden, begrijp ik? Ik heb niet de ambitie om wethouder financiën te worden. U wil überhaupt geen wethouder worden? Nou ja, ik heb gezegd, mijn primaire taak en verantwoordelijkheid ligt bij straks het leiden van een fractie. Maar, en daar ligt echt mijn aandachtspunt. U bent in een bedrijf, u bent gewend om met 1,5 miljard om te gaan. Ja. Nou, dan is die begroting van Hilversum toch peanuts voor u. Ja, maar goed, wat ik net al aangaf. Mijn ambitie ligt op een ander vlak. En dat geeft mij ook de gelegenheid om dingen te blijven combineren. Wat wilt u dan bereiken? Als u gaat in de gemeenteraad, dan moet u natuurlijk fractievoorzitter. Ja. Daar kan je even grif op innemen. Correct. Maar wat wilt u dan bereiken? Uiteindelijk wil ik bereiken dat we Hilversum, en ik denk dat de economie een van de speerpunten zal worden, ook in de campagne. We constateren dat we zien leegstand in het centrum als het gaat om de winkeliers. We zien, nu VARA en BNN die weg willen uit Hilversum. Nou, er liggen heel veel bedreigingen op de loer waarvan we zeggen, nou, daar moeten wij echt zaken gaan adresseren. En daar moet je verbindingen gaan leggen. Nou, en dat is waar je met je fractie keihard aan gaat werken. En waar je moet zeggen van, nou, economie is weer speerpunt. We moeten bedrijven hier naartoe krijgen. We moeten ook in de ruimtelijke ordeningssfeer moeten zaken kunnen veranderen als dat nodig is. En zorgen dat Hilversum ook economisch weer op de kaart staat. En niet alleen aan de mediakant, maar ook aan de zorgkant gewoon een belangrijk
een belangrijke plaats is waar werkgelegenheid wordt gecreëerd en waar je economisch perspectief vindt. Oké, okay. En hoe groot gaat uw partij nou worden straks? U zei de grootste, maar hoeveel zetels worden dan? Nou ja, kijk, we zitten nu op 7. Nou ja, dat is natuurlijk toch, ik wil zeggen, mijn vertrekpunt is dat wel. En dat betekent een goede campagne voeren, goed kijken naar wat we hebben gedaan in de afgelopen 3,5 jaar. En dat uitleggen aan de kiezers. En ik durf dat wel uit te leggen. Ik denk dat we heel veel gerealiseerd hebben. En ik denk dat dat voor Hilversum heel goed is. We zijn financieel redelijk op orde. Er liggen wel weer uitdagingen in 2017. Maar er is heel veel gedaan. En ik denk dat je daarop door kan bouwen. En dan ook een beetje de prioriteit kan verleggen van jongens, hoe gaan we ook weer de dynamiek creëren en economische groei realiseren. Economie, geld. Oké, laten we het even daarbij laten. Deze avond is al een paar keer gevallen en ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik het roep. Wat VVD en theater achterom? Ja, dat is een goede vraag. Wij staan er altijd, we hebben, en dat heb ik volgens mij ook altijd wel richting het theater gecommuniceerd. Als ik naar de culturele sector kijk, dan was er wat achterstallig onderhoud. Ik denk dat daar veel gebeurd is in de afgelopen periode. Maar ik heb ook gezegd, je moet bestuurlijk moet je kijken hoe je krachten kan bundelen. En ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat de Forstin in een korte tijd echt iets gerealiseerd heeft. Die heeft met 50.000 bezoekers zichzelf behoorlijk op de kaart gezet. Dus mijn gedachte is, en zo staan we er eigenlijk ook als VVD in, gebruik die kracht van de Forstin, bestuurlijk ook, om uiteindelijk weer te bouwen aan een toekomst ook voor je theater. En daar hoort een fusie bij. Daar hoort gewoon, ga samenwerken. Uit uw ervaring zegt u fusie. Ja, want je pakt meteen de kracht van de ander mee. Ja, maar u heeft het nu over een bestuurlijke fusie. Ik begrijp gewoon dat dit een fysieke fusie wordt. Kijk, de discussie over zalen, dat speelt nog steeds. Ja. MCO heeft een prachtige zaal. Even terug, want de verenigingen kregen van deze week een briefje binnen in de bus. Of ze even willen komen praten over eventuele verhuisplannen. Dan hebben we het wel over een pand leeghalen. Ja. Ja, maar niet meer over een bestuurlijke fusie. Nee, maar de bestuurlijke fusie, dat is het vertrekpunt. Daarnaast hebben we gekeken van ja, wat voor zalen zijn er eventueel beschikbaar om toch iets in te programmeren. En dan gaat het om de zaken die niet in de Forstin kunnen. Nou, en daar moet de wethouder nog met ideeën komen. En ik ben zelf in de MCO wezen kijken. Ook een prachtige zaal, vlakke vloer. Kan je fantastische dingen doen. Zie je ook een enorme ontwikkeling als het gaat om de muziekeducatie. Dat begint te bruisen daar. Dat vind ik een belangrijk punt. Hè? En dan kan je zeggen, ja, het wordt misschien te veel versnipperd. Nou, dat hoeft niet. Hè? Je kan zeggen, dat is ook een belangrijke plek waar theater met een vlakke vloer kan plaatsvinden. En dan kan je het heel efficiënt doen. We gaan het zien. Hè? We gaan het meemaken. U maakt zich in ieder geval niet sterk voor het behoud van theater rond de huidige plek. Nee, ik maak mij sterk voor een krachtige fusie waarbij het theater mee gaat liften op het succes wat de Forstin heeft gerealiseerd. En vanuit dat perspectief kan je weer naar de toekomst kijken. Oh. En dat is belangrijk. Goed, ik ben benieuwd of er nog vragen zijn aan de heer Vogel vanuit de zaal. Want hij is hier nu toch als lijsttrekker. Kijk, daar komt iemand. Ja, goeiedag. Goedendag. Stefan Posma. Ik ben bestuurslid Hart voor Hilversum, sinds kort. Ik heb een vraag. Deze meneer die benoemt zojuist het vertrek van de VARA en van BNN. Terwijl uw partij landelijk staat voor het bezuinigen op Nederland 1, 2 en 3. Gaat u hier staan voor het behoud van VARA en BNN in Hilversum in ieder geval? Ik vraag me af hoe die dat in uw hoofd heeft en ja, wat uw plannen daarin zijn. Nou, ik zit hier natuurlijk als raadslid en als lijsttrekker primair voor het belang van Hilversum. En laat ik dat voorop stellen. Dat zaken bij de publieke omroep wat efficiënter kunnen, ik denk dat dat wel helder is. Maar uiteindelijk gaat het ook om werkgelegenheid. En het wegtrekken van omroepen en het verlies van werkgelegenheid, dat is een zorg. En dat gaat ons hier in Hilversum aan. Dus daar sta ik voor. En dat dingen efficiënter kunnen, wat ik net al aangaf, daar mag de publieke omroep zelf op broeden hoe ze dat doen. Ja, maar dat is de vraag, hoe u dat doet. Nee, dat hoef ik niet te doen. Dat is aan de publieke omroep om te kijken hoe ze dat doen. Maar ik zal dit zeggen, het verhuizen van Hilversum naar Amsterdam, dat is geen kostenbesparing, want dat gaat alleen maar geld kosten. En daar verbaas ik me dan over dat we die luxe ons wel kunnen veroorloven om dan maar uit te wijken naar Amsterdam, terwijl je hier prima panden hebt tegen prima huurtarieven. Dus volgens mij kan het wat efficiënter. Oké. Okay. Zijn er nog andere vragen op dit moment? Ja, kijk eens. De rijen worden dik. Ja. Nou, nog even aan je Wijnands. Mevrouw Wijnands,
Ik hoor meneer Vogel over theater achterom. En hij geeft aan van, oh, maar bij de MCO is zo'n prachtige zaal. Terwijl hij in de coalitie zit, waarin het voorstel ligt, Vorstin en theater achterom. Dat moet maar samen gaan en verder zien we wel. Het is voor mij een beetje tegenstrijdig. Wilde nu wel theater achterom aan een nieuwe ambitie, een nieuwe gelegenheid geven? Locatie. Of zegt hij, we gaan toch maar versnipperen? Nou, ik, volgens mij ben ik heel helder geweest. De fusieplannen, en dat is ook onderzocht van nou, in hoeverre kunnen jullie zaken efficiënter doen als je samenwerkt. Nou, dat zit voor een belangrijk deel zit dat natuurlijk bestuurlijk. Hè, een stuk overhead, een stuk marketing, wat je allemaal gezamenlijk op kan pakken. En daarnaast blijft natuurlijk het vraagstuk van, ja, wil je nog iets theater programmeren met een vlakke vloer? Ja, en daar loopt ook een discussie over, ja, wat hebben we daar in zalen die dat kunnen faciliteren? En ik noemde daar die MCO-zaal in en volgens mij was u daar ook wel enthousiast over. Ik vind dat een fantastische zaal en daar kan best wat in plaatsvinden. Oké, de volgende reactie. Ja, die MCO-zaal is prima, maar uw bijdrage is toch helemaal tegenstrijdig, want u zegt we gaan mee met het plan voor Stin en theater achterom fuseren en verder zien we wel. Klopt niet in het verhaal. Goed. Ja, kijk, ik heb even twee punten. Hè. Jan Kastrup voor niks. Even ter introductie, nog een keer, graag. Wat zeg je? Ter introductie. Mijn naam is Jan Kastje, GroenLinks. Dit was best. Ik moet even wat buigen. Ik neem even dat ding mee naar boven. Kijk, waar het even om gaat, meneer Vogel, is dat u dat nu wel zo mooi zegt. U heeft allerlei verhullend taalgebruik. Maar nog even afgezien van dat theater op die manier, zoals u dat voorstelt, niet meer zichtbaar en vindbaar is in deze stad, ziet u één ding over het hoofd. Ik heb ze net al gezegd, theater achterom, en in die zin noem ik dat een kille bezuiniging van u, zit tot en met 2014 in de begroting. U kunt dat een mooie fusie noemen, maar praktisch betekent dat theater achterom op nul staat. Dan ben ik even benieuwd wat u daarop te zeggen heeft. Nou, volgens mij is aangegeven dat Theater Achterom en de Vorstin zelf zouden kijken van hoe kan je uiteindelijk tot een goede samenwerking komen. En daardoor, om die reden zijn ze ook tot 2014 vrijgehouden. Als daar nu een goede oplossing uitkomt, en dat is wat hier nu voor ligt, waarin uiteindelijk gewerkt wordt naar die fusie, dan denk ik van ja, dat is wat we willen realiseren. In ieder geval, ja, maar dan wat de VVD wil realiseren. Meneer Vogel, wat u dan na 2014 doet. Bent kijk, u dan op het moment achterom zich kan bewijzen, bereid om daar alsnog geld voor uit te trekken? Want ja, dan kijk, bent u serieus. Ja, maar wat er gaat gebeuren, en dat is wat ik al net heb aangegeven. Vanuit de kracht van de Vorstin, met het bereik van het aantal mensen wat naar de Vorstin gaat, moet je kijken naar de toekomst voor het theater. En dat is, je moet eerst het een doen voordat je naar het ander gaat. En even om tot slot dat even helemaal helder te krijgen. U bent dus voor die toekomst van theater in Hilversum, wat zo belangrijk is, nog steeds bereid om €250.000 per jaar daarvoor uit te trekken. Nou, ik koppel daar geen bedrag aan. Ik wil dat beoordelen op het businessmodel wat eruit komt. Maar ik wil het wel vanuit de kracht van een breder merk. In samenwerking met de Vorstin wil ik dat bekijken. Oké. Okay, zegt dus niks, hè? Ik zag nog twee andere mensen staan die willen reageren, gezien de tijd. Mijn naam is Gwende Visser, ik ben bestuurslid van theatergroep De Fusie. Een van die theatergroepen die in het theater achterom resideert. En die dus met uw bezuiniging waarschijnlijk daar ook weg zal moeten. Tenminste, dat denk ik, want ik weet niet zeker wat er met ons gaat gebeuren wat dat betreft. Er vallen mij twee dingen op. Eerst vertelt u iets over de Vorstin en dat ze het zo geweldig hebben gedaan. Dat mag ik hopen. Met een investering die zij via de gemeente hebben binnengekregen, mag ik toch in godsnaam hopen dat zij het erg goed hebben gedaan. Want ze hebben namelijk een gigantisch bedrag van de gemeente gekregen om dit prachtige pand en alle faciliteiten eromheen neer te zetten. Mag het dan alsjeblieft? En dat is niet met theater achterom gebeurd. Dus daar zou ik toch even wel aandacht voor willen vragen. En ten tweede vind ik het inderdaad, en daar ben ik met de heer Jan Kastje eens, het ontzettend jammer dat er een theaterfaciliteit wordt voorgesteld in een wijk ergens buiten het centrum, wat totaal geen cultuur faciliteit heeft, wat geen binding heeft met de stad. Een cultuurcentrum hoort toch in een stad te staan, meneer Vogel? Dat hoort toch niet buiten te staan? Laten we daar nou toch eerlijk over zijn. En dan heb ik nog een klein punt. Wij zijn als theatergroep ooit verantwoordelijk geweest, samen met een andere theatergroep, voor de stichting van het Theater Achterom. Wij zijn gevraagd door de gemeente om ons te ontvlechten vanwege een commercieel belang. Wij worden nu geofferd
met het theater achterom voor het commercieel belang. Ik vraag u met klem, zorg voor uw gemeente. Zorg voor cultureel aanbod wat breed blijft, wat breed gedragen blijft en wat ook het amateurgedeelte met zich meeneemt. Wilt u daar nog op reageren? Nou ja, daar wil ik zeker even op reageren. In ieder geval twee vragen. Kijk, de VVD is altijd kritisch geweest over de Vorstin en het gebouw. Laten we daar even heel helder over zijn. En als het aan de VVD had gelegen, hadden we daar zeker al die miljoenen niet in gestopt. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Uiteindelijk staat het er. Het bedrag wat aan de Vorstin, aan de stichting wordt gegeven, dat is niet zo extreem. Het pand is gewoon duur. Hè. Dat zit gewoon, dat drukt op de begroting, dat drukt uiteindelijk op je cultuuruitgaven. Dus dat je dan kijkt, kritisch kijkt, of je dat breder kan inzetten dan alleen maar het popgedeelte waarvoor je het programmeert. Ik denk dat dat heel redelijk is, zeker als je weet wat we er als gemeenschap in geïnvesteerd hebben. Dus dat punt wilde ik maken. Als het dan gaat om de locatie MCO-gebouw. Ja, MCO-gebouw, ik woon dicht tegen de wijk aan. Prachtige wijk wil ik vooropstellen. Dat ademt al cultuur uit daar, dat wil ik ook zeggen. En ik denk, nog een theater. En ik wil ook stellen dat het theater waar het nu gevestigd is ook buiten het centrum ligt. Dus dat is daar de oplossing ook niet. Dus het feit dat je dan nu al samenwerkt met de Vorstin is denk ik al een netto plus voor in ieder geval het theater. Maar die nieuwe locatie is dan ook niet echt een verbetering? Nee, de nieuwe locatie, maar wat ik al zei, kijk, uiteindelijk ontwikkelen dingen zich. Ja. En uiteindelijk moet je kijken vanuit de nieuwe kracht, vanuit de nieuwe structuur van wat is een toekomstperspectief. Oké, okay. Nou, nog één laatste reactie, want ja, we zitten aan de tijd. Ik ben Mirjam Koloos van Leefbaar Hilversum. Ja, onze zorg is dat het klinkt zo mooi, fuseren, samengaan, maar het is met name het bestuur wat fuseert. En het gevolg is dan dat Theater Rom en de voorstellingen versnipperd raken door Hilversum. Ja, mijn vraag is, we moeten juist op de kleintjes letten. Je zou zeggen, Albert Heijn doet het nog beter. Maar laten we alsjeblieft zorg hebben voor die, ja, wat er al zo lang bestaat in Hilversum. Laten we dat cultuurgoed, dat kleine vasthouden. En dat ook deelachtig maken aan de scholieren in Hilversum. Dat verdienen ze gewoon. En ik ben erg bang dat als het gaat op de manier wat nu was voorgesteld, dat het langzaamaan verdwijnt uit Hilversum. Dus het woord fuseren vind ik een beetje een misleidende term. Een oproep om behoud, meneer Vogel. Ja, ik heb het gehoord. Meneer Vogel heeft het gehoord en we komen, benieuwd wat het oplevert. Ja. Nou, dan wil ik u in ieder geval heel hartelijk danken dat u hier aanwezig was. Graag gedaan. Om alle vragen en dingen te beantwoorden. En ik wens u in ieder geval heel veel succes toe als lijsttrekker. Absoluut. En we gaan zien of u de grootste partij wordt. Dank u wel. Want dat heeft u nu gezegd en dat gaan we in maart controleren. Oké, dat doen we. Bedankt. Oké. Ja, en met dit item zijn we alweer ten einde gekomen van dit Politiek Café. En goed om te zien dat ook meneer Vogel weer exemplarisch is voor de volledige politieker in Hilversum. Want ook hij negeerde de opmerking over de theatergroepen in Hilversum. Goed, dit was de eerste aflevering. We gaan snel weer naar Evil Plan, want die staan weer te popelen om te spelen. En dan gaan we een aftiteling overheen rollen. En de volgende uitzending willen we ook iets van u weten. Dus houd uw e-mailbox in de gaten. We gaan buurtverenigingen, wijkverenigingen enorm spammen om hier ook aanwezig te zijn. Om die stem van Hilversum eindelijk eens te horen. We hebben net al gezien bij de interruptietelefoon. Het is belangrijk. Tijd voor Evil Plan. Dit was het Politieke V. Tot de volgende keer. Geef ze hartelijk applaus en gaan ze nog een keer. Ja! Yeah! Pieces of you. I hope we find a better place. The pieces of them.